Vandaag vragen we de Zuilenaar, wat betekent de Domtoren voor u? En wat is in Zuilen het icoon? De Domtoren voor ons. Mijn zoon is er helemaal fan van om er graag op bezoek te gaan. We kijken graag binnen naar de glas- en loodramen. Heel prachtig om dat te zien en toch wel een mooi begin. Een mooie herinnering aan hoe het geloof hier in Nederland is gekomen. Nou, ik ben een echte Utrechter, of tenminste zelfs een Zuilenees, dus ik vind het leuk. De Dom voor mij, dat is mijn uitkijkpunt. Eigenlijk over waar je in Utrecht rijdt, zie je hem. Met of zonder stellage eromheen, maar dat eigenlijk. Nou, ik moet zeggen, ik vind het wel heel leuk, want ik studeer hier nu 4 jaar en ik heb de Domtoren nog nooit zonder stijgers gezien. Dus dat is wel leuk. Dus ja, nee, wat betekent, ik vind het wel leuk dat hij zonder stijgers is, maar verder, de Domtoren betekent niet heel veel, maar ze hoort toch bij Utrecht, dus... Nou, ik heb altijd een heel blij gevoel bij de Domtoren, dus ik ben heel blij. Elke keer als ik hem iets verder uitgepakt zie worden, dan doet dat me heel veel plezier. Heeft u de Domtoren wel eens beklommen? Ik heb mezelf niet helemaal beklommen. Ik ben wel een keertje een stukje naar boven geweest, maar niet helemaal naar boven, nee. Ja, maar dat is echt ook heel jong was, maar verder niet. Dus het wordt misschien tijd als hij uit de stijgers is, ja. Nee, ik ben dus nog nooit naar boven geweest. Ja, dat is heel erg als Utrechter. Maar dat gaat wel op het lijstje binnenkort een keer. Ja. 10 jaar geleden nog ben ik helemaal naar boven geklommen met mijn kleindochter. Dus dat is heel goed gegaan. Wat voor gevoel heeft u bij die Domtoren? Je hoort erbij. Dat is het. Utrecht, gevoel van Utrecht. Dus toch wel trots. Nee, dat niet. Nee, dat niet. Ja, wel dat het een teken is van Utrecht, maar verder niet speciaal voor mij persoonlijk. Nee. Is er ook zo'n mooi punt in Zuilen waarvan u zegt, nou, dat is mooi herkenbaar voor Zuilen? Ik denk dat dat de Kolle Kitchen is, zeg maar, het Beatrixgebouw. Ja, dat vind ik wel het mooiste punt van Zuilen als je er langs rijdt. Ja, dat vind ik wel. Ik vind het met dat veld ervoor en dan de bloemen erbij, ja, de bomen. En in de zomer en dan als het donker is met de lichtjes, ja, het is gewoon een gezellig stukje. Ja, de Zuilen, wij komen heel graag in het Julianapark. En ze zijn helemaal blij met de nieuwe speeltuin die gemaakt is in het Julianapark. Dus daar komen wij heel graag. En wij komen ook in de Jacobuskerk zelf. Dus dat is voor ons natuurlijk wel een heel belangrijk gebouw hier in Zuilen. Ik vind de Color Kitchen, vind ik wel, met het monument ervoor, vind ik wel een icoon van Zuilen, ja. Nieuwe, wat weet je van de Domtoren?